Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bleef 30% van de mensen tussen 18 en 25 thuis. Onder de groep tussen de 25 en 35 was dat zelfs 33%. Tijd voor verandering dus, vinden ook Zakaria en Gosse, twee Amsterdamse initiatiefnemers. Je moet niet vergeten dat het om honderdduizenden jongeren gaat. Dus het zijn gewoon een x-aantal zetels in de Tweede Kamer. Dus dat is gewoon echt belangrijk. Ja, er zijn ook genoeg jongeren die eigenlijk gewoon schreeuwen en demonstreren en een mening hebben. Ja. Maar niet gebruik maken van hun stem. Ik denk echt van, wat is dit? Ja. Maak gewoon gebruik van je stem. Het initiatief is dit weekend op Twitter geboren en ging vrijwel direct viral. Ja, het is echt niet normaal snel gegaan. We hebben echt zoveel volgers op dit moment. Zoveel e-mails. Onze e-mailbox is echt gewoon vol. Hoeveel hebben we er? Echt heel veel op dit moment. Ja, we zitten 400 of zo. Ja, dat is echt bizar gewoon. Bizar. De groep wil jongeren nu online gaan stimuleren om te stemmen. En ze hebben zelfs al plannen voor een bus om scholen langs te kunnen gaan. Maar gaat het ook werken? Nee, ik denk het niet, want ik heb echt geen verstand van iets met politiek eigenlijk. Vaak met rijlessen en zo zijn we bezig en niet met dat soort dingen. Ja, ik hou me er gewoon niet mee bezig, ik heb er gewoon niet zoveel mee. Waarom? Ja, het interesseert me gewoon niet, dat is het. Tim Hofman is nu ook een actie gestart om jongeren enthousiast te krijgen. Denk je dat dat helpt? Ik ken hem niet. Tim Hofman niet? Nee, ik ken hem echt niet. Van Boos, de YouTuber ook? Ik heb geen idee. BNN? Nee, ik ken hem niet. Maar de initiatiefnemers blijven positief. 100. 100, ja, echt serieus, maar echt. 100%. We gaan gewoon voor de 100%. Zolang je maar van je luie reet afgaat en gaat stemmen. Ja, om het gewoon lekker bot te zeggen. Je moet verdomme naar de stembus. Ja, inderdaad. Ga verdomme eens even naar de stembus. Excuses. Maar ga verdomme stemmen. Ja, ga verdomme stemmen inderdaad, ja.